Jawel, een volle tafel rondom collega Vos. Heel veel gasten vanmiddag, hè? En we gaan nog wel eventjes door. Eventjes door, ja, zeker. Ook het volgende uur heb ik de nodige gasten. Dus. Maar nogmaals, Lena, welkom dat je aangeschoven bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. Willem ook. Ja, goedemiddag. Kijk, eens even testen of die microfoons werken. Joop ook. Ja, gezellig, Joop. Ze zijn er. Ja, met jullie drie hebben we meer dan 25 jaar sportverhalen natuurlijk. Met Lena beginnen. Lena, KLM Open. Ja. Wat, we hebben het dan over golf. En op een gegeven moment werd CFM gevraagd om daar een en ander te gaan regelen. Ja, als heb ik daar een leuke anekdote uit die tijd? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, als ik daarop terugkijk, dan de eerste jaar, dat was toen even bloed, zweet en tranen. En, maar daarna werd het natuurlijk steeds makkelijker en simpeler. En ook steeds minder mensen nodig, zeg maar, omdat dat allemaal liep het. Maar vooral die eerste keer, ja, dat was echt alles, van alles regelen. En je wil dat iedereen het zo goed mogelijk naar de zin heeft. Dus van een goede stoel tot dat alles goed werkt qua techniek. Ja, dat gaf me een hoop kopzorgen. Maar je hebt aan de geboorte gestaan van KLM Open Radio. Ja, dat klopt. En dat was heel erg bijzonder. Want we hebben het daarna nog een aantal jaar gedaan. En naar volgens mij volle tevredenheid. Dus ik hoop dat dat we straks weer mogen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij is het nu weer veranderd, toch? Nou, er zijn ook professionele bureaus die hebben dat opgepakt. En, onzin. Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar goed, weet je, een leuke anekdote uit de KLM. Ja, nou ja, die eerste keer, toen moesten we ook een kraan regelen. Omdat we anders, de antenne moest ergens opgeplaatst worden. Anders hadden we geen bereik. En toen moesten we een grote hoogwerker laten komen. Of daar laten komen. Maar het was natuurlijk best wel drassig. Dus er moesten ook allemaal van die platen op de grond gelegd worden. En daar ging dan de hoogwerker overheen. En dan moest het een heel eind. Helemaal naar achteren, naar het terrein worden gebracht. Nou, het was echt verschrikkelijk. En dan daarna mochten we dan met elkaar nog in de hoog werken. En dan zo'n 30, 35 meter omhoog. Nou, dat vond ik toch wel een klein hoogtepunt. Ik vroeg daar nog even wat aan toe. De high worker. Ja, ja, inderdaad, het was de high worker. Ja. Ja, we hebben een hoop lol beleefd, hoor. Dus dat zei jij, hè, Lena? Ja, de high worker. Ik vond het echt een high worker, ja. Maar er staat ook een verhaal bij dat er op een gegeven moment moesten er nog snoeren gehaald worden op een maandagmorgen. En dat die winkel ergens ver weg was. Ja, dat waren niet alleen snoeren, hoor. Dat was volgens mij de eerste of de tweede keer. Daar zouden alle apparatuur hadden we gehuurd van een bedrijf ergens heel ver weg. Dat was allemaal geregeld. En dan ging ik daar naartoe. En toen bleek dus dat het dicht was. En dat was heel erg vervelend, want het was ook maandag inderdaad. Maar goed, we hadden niet goed in de papieren gekeken. En nou, ik was dat niet, maar een collega was daar helemaal naartoe gegaan en die raakte helemaal in paniek. En toen zei ik, nou weet je wat, ik ga even bellen met de man in kwestie, want ja, jij staat hier nu, je bent 2,5 uur onderweg geweest. Ik zeg, die man moet nu gewoon die spullen leveren, klaar. Nou, gelukkig binnen een half uur stond hij op de stoep en kon onze medewerker alsnog alles inladen en terug naar... We hadden nog een klein beetje tijd, Lina. De uitzending begon pas op woensdag. Ja, maar alles moest nog opgebouwd worden. Ja, moet opgebouwd worden. Ja. Dus dat was echt verschrikkelijk. Maar ja. Loopzinders waren er ook bij. Ja, dat was ook. Ja, gewoon alles erop en eraan. Alles was er. Ik kom straks uitvoerig bij je terug op het KLM Open. Gaan we naar Willem. Willem. Hey, goedemiddag. Ik kan jou niks meer uitleggen over het circuit, hè? Nou, vast wel. jij hebt een licentie, ik niet. Oh nee, je was gezakt, hè? Kijk, dat had je nou niet hoeven te zeggen, nee. Dank u. Goed. Hoe lang loop je al op het circuit rond voor CFM? Dat is sinds 2001, de Marlboro Masters met winnaar Takumu Sato toen. Dat is voor mij een eerste keer op het circuit. Hè? Ja, maar je bent een bekend gezicht op het circuit. Men kent jou ook, de coureurs kennen jou. Ja, ondertussen wel. Samen met Jaap Koper hebben we heel veel opgebouwd. Een uitgebreid netwerk op het circuit. En, het is altijd prettig natuurlijk als je bij bijna iedereen terecht kan. Maar... Nog een opmerkelijk verhaal uit die 15 jaar circuit? Betreffende CFM. Ja, opmerkelijk verhaal. Leuke verhalen vooral natuurlijk. Lena zit naast me hier. En in 2006 was dat met de E1. De presentatie was in Amsterdam. Werden we ontvangen door de toenmalige burgemeester van Amsterdam. Met alle rijders en dergelijke. Toertje door de grachten. En het eindigde in een...
voor mij toen onbekend hotel, maar dat bleek een heel bekend hotel te zijn. Niet dat, alleen met mij hoor. Nee, ik was niet alleen met Lena in het hotel, maar dat was in de Grand en dat was hartstikke leuk en hartstikke mooi daar. Noem eens wat namen die je hebt gesproken in die al die jaren. In al die jaren, nou, als ik naar het Formule 1 veld kijk, Hulkenberg, Hamilton, Massa, noem maar op, al die gasten die hier op het circuit in lagere klasses hebben gereden en die doorgestoten zijn. Maar vooral heel veel van de Nederlandse autosport natuurlijk. Ja, want ik kan me ook nog herinneren dat toen ik dus ook met jou mee mocht om het vak een beetje te leren, dat je op een gegeven moment zei van bij Formule 3 race, zei je van nou maak maar eens een foto van die meneer. Want dat wordt er nog één. Ja, wie was dat? Lewis Hamilton. Okay, nou, kijk eens. Geweldig was dat. En je had het inderdaad bij het rechte eind. Ik kom straks weer bij je terug.